Echt wel wat. Minister Hugo de Jonge dan, die wacht morgen een pittig debat. Ja, zelf ziet hij het debat met vertrouwen tegemoet. Maar in ieder geval de oppositie, die slijpt de messen. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met dat debat morgen over die mondkapjesdeal met Siewert van Linde, waarvan de Volkskrant laatst bekend maakte dat de Jonge zich daar persoonlijk mee had bemoeid. Het gaat ook over het feit dat de Jonge zijn privé-e-mail gebruikte voor zakelijke doeleinden. Een motie van wantrouwen is nooit een doel op zich. Het is ook nooit fraaie politiek, nee. Want dat maakt het vertrouwen eigenlijk in de politiek alleen maar kleiner. Maar als je niet rekenschap kunt geven wat je hebt gedaan over zoveel geld met een partijbelang, en je verdraait in ieder geval de feiten bij herhaling, ja, dan heeft hij wel een probleem. Maar dat gaan we natuurlijk pas concluderen na afloop van het debat. Ja, na afloop van het debat zegt zij, PVV-Kamerlid Fleur Agema, die is woest en die zegt eigenlijk op voorhand al, haar partij, dat een motie van wantrouwen er waarschijnlijk wel in zit. Ja, het is wel typisch de gang van zaken dat dus Hugo de Jonge morgen ook naar de Tweede Kamer komt om zich dan te verdedigen. Normaal gesproken is het toch zo dat zijn opvolgers van het nieuwe kabinet het woord doen voor hem. Ja, klopt. Dus dat hij zijn eigen verdediging op zich neemt is wel, vind ik wel typisch voor Hugo de Jonge. Dat is eigenlijk wel stoer. Hè? Ik bedoel, hij zegt van nou, dan ga ik het gewoon zelf doen. Kennelijk krijgt hij die ruimte van de rest van het kabinet. Maar ja, we zullen morgen weten of dat een verstandige aanpak is geweest of niet. Ja, en als we het dan hebben over Hugo de Jonge, dan heeft hij nu natuurlijk wonen. Is hij daar minister van Volkshuisvesting. Maakt u zich nog zorgen over dat dit gevolg ook kan hebben voor die portefeuille en dus ook op de woningnood die er al is? Ja, kijk, ik ga niet vooruitlopen op een eventuele uitkomst morgen natuurlijk. Maar goed, hij is inderdaad wethouder van wonen en volkshuisvesting. Daar ligt ongelooflijk veel te doen de komende periode. Dus elke rimpeling daarin is niet bevorderlijk. Dus nee. Dat moeten we proberen te voorkomen. Heel goed dat u in de gemeentetermen blijft, in de lokale termen, minister van wonen. Wethouder! Oh, echt zo? Oh, excuse, ja, dat sorry. Maakt helemaal niet uit. Ja, precies. Ja, het heeft allemaal met elkaar te maken natuurlijk. Ja. Hij heeft dus veel gedoe over dat hij zijn privémail gebruikt heeft. Maakt u zich daar ook wel eens schuldig aan? Nee, eigenlijk niet. Ja, niet, ja, ik mail natuurlijk wel privé en naar privé. Maar zakelijk hou ik altijd wel met mijn zakelijke e-mail. Nou, we gaan morgen afwachten hoe dat debat loopt. Het CDA dan komt met een plan voor kleinschalige kerk.